Ja, we zijn hier in Panorama Mestdag, in de vaste collectie van het museum. En we staan hier voor een portret van Hendrik Willem Mestdag, geschilderd door zijn vrouw Sientje Mestdag van Houten. Het is geschilderd in 1906. En Mestdag is geboren in Groningen in 1831. Hij is opgeleid als bankier. Zijn vader had een bank. Op zijn 35ste kwam er een erfenis vrij. En toen zei zijn vrouw tegen hem: ga doen wat je het liefste wil. En dat was schilderen. Als kind had hij schilderlessen gehad en tekenlessen in Groningen. En door die erfenis was het mogelijk om het vak van schilderen te gaan leren. En het echtpaar vertrok naar Brussel. Aan deze kant van de galerij zien we een aantal schilderijen uit de Brusselse periode. En hier dit schilderij van Scheveningen, een voorstudie voor het panorama. In 1868 is Mestdag op vakantie geweest naar Noorderney. Dat is een van de Waddeneilanden boven de Groningse kust. En daar is hij eigenlijk verliefd geworden op de zee. Op dat moment besloot hij dat je alleen nog maar de zee wilde schilderen. En vanaf die tijd zien we dus de grote zeeschappen van Mestdag. Mestdag hield ontzettend van de romantiek van het strand. Hier in Den Haag, in Scheveningen, was nog geen haven aangelegd. Dus de bomschuiten lagen gewoon op het strand. Bomschuiten waren boten met een platte bodem en die werden door paarden het strand opgetrokken. Of met paarden werden ze juist de zee ingetrokken. En daar heeft Mestdag eigenlijk 30 jaar lang heeft hij toen de zee geschilderd. Mestdag huurde op Scheveningen een hotelkamer. En vanuit zijn hotelkamer kon hij dus onder alle weersomstandigheden kon hij dus schetsen. Bij mooi weer schilderde hij uiteraard op het strand. Ja, die schilderijen van Mestdag waren wel heel modern in die tijd. Hij schilderde toen al met een brede penseelstreek. Met een schilderij zoals deze heeft hij een prijs gewonnen in 1870 op een Parijse salon. Dit schilderij is een belangrijk werk in het oeuvre van Mestdag. Hij heeft het geschilderd in 1894 en het heet Na de Storm. Rond kerst 1894 was er een verschrikkelijke storm op Scheveningen. En toen zijn de meeste bomschuiten vernietigd, kapot gewaaid. En Mestdag heeft daar dat prachtige schilderij van gemaakt. Hierna heeft de gemeente Den Haag ook besloten om een haven te gaan aanleggen. Die werd gebouwd aan de zuidkant van het vissersdorp Scheveningen. En dat is eigenlijk de haven die er tot op heden ligt. Hendrik Willem Mestdag heeft dit panorama geschilderd in 1881. In 4 maanden tijd. Een panorama is een schilderij, maar het mag niet op een schilderij lijken. We staan op 14 meter bij het doek vandaan, waardoor je niet meer kan zien dat het geschilderd is. Je ziet de penseelstreken niet meer. Het doek is 120 meter in het rond en 14 meter hoog. Mestdag heeft uiteraard de zee geschilderd en de bomschuiten op het strand, de lucht. Maar Sientje Mestdag van Houten bijvoorbeeld heeft ook meegeschilderd. In de verte tussen de bomschuiten in Sientje Mestdag van Houten zitten onder het witte parasolletje. Zij stond hier op het Belvedere aanwijzingen te geven aan de schilders. En als eerbetoon heeft Mestdag zijn vrouw daar afgebeeld onder het witte parasolletje aan het schilderen. Andere schilders die hem hebben meegeholpen waren bijvoorbeeld Breitner. Breitner was in 1881 nog een student op de Haagse Kunstacademie en die wilde wel wat bijverdienen. Hij heeft bijvoorbeeld de cavalerie geschilderd die we daar op het strand zien. Eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd, want we zien nog steeds de cavalerie vlak voor Prinsjesdag oefenen hier op het strand van Scheveningen. Aan deze kant van het panorama zien we de contouren van Den Haag. Hiervoor bijvoorbeeld ligt de Haringkade. In de jaren 1960 is het achterste gedeelte van de Haringkade gedempt. Hè? Daar staat nu het zwembad. Maar toen was het nog helemaal open. Ooit waren er plannen geweest om de Haringkade helemaal door te trekken naar de zee. Maar de bevolking van Scheveningen heeft zich daartegen verzet. Dat was niet zo'n goed plan. Ze waren bang dat alles onder zou lopen.
We zien hier verder het vissersdorp liggen, het vissersdorp Scheveningen en daarachter de kerk uit 1470 en de vuurtoren. Mesdag heeft in 1880 de schoonheid willen vastleggen van Scheveningen en het strand. Het was ook een beetje een omgekeerde geschiedenis, want de gemeente Den Haag had plannen om een badplaats te gaan bouwen hier op Scheveningen. Dat was mogelijk geworden dat er een stoomtram was aangelegd. Als we goed kijken zien we daar de stoomtram komen aanrijden. En daardoor, die kwam van Hollandspoor en die reed hier naar Scheveningen toe. En daardoor was het mogelijk om hier hotels te gaan bouwen en badgasten te ontvangen. Het koerhuis was er nog niet. Er was wel een soort voorloper van het koerhuis, het koerhotel. Daar verbleven de badgasten. Die werden met de koetsjes het water ingereden. En dan was er een badman en die dompelde je even onder. Daarna ging je weer terug in de koets en naar het hotel. In die tijd had men net in de gaten gekregen dat de zeelucht zo goed was voor je longen. Dus veel mensen met longproblemen verbleven hier aan zee. Mesdag heeft het panorama geschetst en het schilderen voorbereid vanaf het Seinpostduin in Scheveningen. Dat was in de tijd het hoogste duin. Hij heeft een cilinder gebouwd van glas. Die heeft hij daar op het Seinpostduin neergezet. Hij is in de cilinder gaan staan. En hij heeft aan de binnenkant de contouren aangebracht van wat hij toen zag op Scheveningen. Later heeft hij ruitjes papier aan de buitenkant van de cilinder gehouden. En het was een hulpmiddeltje om de tekening over te brengen op ruitjespapier.